Hallo beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. Live vanuit Jeju Island, vlak voor de kust van Zuid-Korea. Ik ben nu alweer een tijdje onderweg en ik weet dat jullie vakantieperiodes eraan komen. Dus ik dacht, laat ik je even helpen door de spullen te laten zien die ik dagelijks gebruik en waar ik eigenlijk gewoon niet meer zonder kan. Dit zijn natuurlijk niet de spullen zoals een paspoort of een iPhone of dat soort dingen, maar meer gewoon ja, dingetjes die een beetje luxe zijn, om het zo maar te zeggen. Maar waarvan ik zeg, die zijn voor mij nu onmisbaar geworden. En we gaan meteen beginnen met misschien een beetje een voorspelbare. Maar ik kan gewoon niet meer zonder mijn GoPro. Als alle andere spullen uit deze lijst gestolen zouden worden, zou het me geen bal kunnen schelen. Maar mijn GoPro, ik kan gewoon niet meer zonder. Hij maakt zulke fantastische beelden. Hij is zo klein, niet super lichtgewicht. Je kan hem altijd meenemen. Ik gebruik hem voornamelijk met de selfie-stok. Maar ik heb ook bijvoorbeeld het motorrijden heb ik met zo'n harnas gefilmd. Als extra tip, zoek even goed op Marktplaats. Want ik denk dat je hem daar goedkoper kan vinden. Ik heb deze nieuw gekocht voor zeker 80 euro minder dan de nieuwe prijs. En dat is natuurlijk altijd even mooi meegenomen. Het tweede ding waar ik echt niet meer zonder kan, is dit opvouwbare waterflesje van de Marks & Spencer. Hij kostte geloof ik 4,95. Ik heb hem in Londen gekocht. Dus ook nog een souvenirtje, om het zo maar te zeggen. Hij is echt fantastisch. Er gaat ongeveer 250 tot 300 milliliter water in. En het prachtige is, waar, als je denkt van, waarom ben je nou zo enthousiast over een waterflesje? Nou, gewone waterflesjes nemen superveel ruimte in je tas als ze leeg zijn. En deze kan je gewoon opvouwen. Dus het scheelt mega veel ruimte als je een leeg flesje hebt. En je moet sowieso altijd een waterflesje mee. Flesje helpt ook nog eens het milieu. Ik zeg win, 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 win. Derde item waar ik nou eigenlijk niet meer zonder kan, ik moet elke keer mijn haar kammen, is dit opvouwbare haarborsteltje. Het is echt zo'n mini ding wat gewoon in je hand past. Hij heeft twee spiegeltjes zelfs. Eentje aan de buitenkant en eentje aan de binnenkant. Je klapt hem zeg maar zo omhoog. En ja, hij is sterk genoeg om zelfs mijn wilde krullenbos aan te kunnen. Nou, nu is het niet zo wild, maar over het algemeen heb ik een wilde krullenbos. Ik heb deze in Joegoslavië gekocht voor, ik denk, 3 euro. Maar ik heb hem in Nederland ook wel eens gezien, bijvoorbeeld bij de H&M. Of volgens mij had de HEMA ook zoiets. Je moet op vakantie toch altijd een borstel mee. Dus waarom niet zo'n klein handig ding wat gewoon heel weinig ruimte inneemt en lichtgewicht is? Oké, het vierde item is ook echt een klapper. In de internationale backpackergemeenschap zijn packing cubes niet meer onbekend. Maar ik merk dat in Nederland eigenlijk niet zoveel mensen weten wat het is. Het zijn eigenlijk een soort zakken met een rits waarin je je kleren doet. In de grootste bewaar ik mijn onderkantjes, dus mijn broeken, rok, legging, whatever. In de medium versie bewaar ik mijn topjes, dus mijn t-shirts en mijn truien. En in de kleinste bewaar ik mijn ondergoed. Het voordeel hiervan is dat je kleren niet allemaal los in je koffer zitten. Dus als je iets zoekt, heb je het al georganiseerd en kan je het heel snel vinden. Heel, heel makkelijk als je 's ochtends wil aankleden, want je weet gewoon, hup, één ding uit hier, één ding uit hier en mijn ondergoedje en klaar is Kees. En al kan je het niet vinden, dan hoef je alleen zeg maar zo'n dingetje te pakken en die haal je dan overhoop en niet je hele tas. Deze zijn 10 tot 15 stuks bij de IKEA en ik was zo blij om ze daar te vinden, want als je ze van een merk koopt, zijn ze vaak veel duurder. Ik denk 20 euro of 25 euro, maar die van de IKEA zijn echt helemaal top. Het vijfde item sluit hierop aan, wat ik noemde hem al eerder in een vlog, de maxi-rok. Het meest veelzijdige kledingitem wat je als vrouw op vakantie mee kan nemen, want er zijn 3 outfits in één. Je hebt een maxi-rok, je kan er een soort strapless strandjurkje van maken. Je doet er een trui overheen en, nee, het zijn 4 outfits in één zelfs. Je doet er een trui overheen en dan is het een rok. Plus, als je hem gewoon zo strapless hebt en je doet er een riempje overheen, dan is het ook nog eens een avondjurkje. Echt een top item, zeker een aanrader om op je vakantie mee te nemen. En in navolging hierop, want wat trek je aan de bovenkant aan als je die maxi rok als rok draagt? T-shirts! En nu denk je dus dat je t-shirts mee op vakantie neemt, maar ik ga je een gouden tip geven. T-shirts met print. Want wat is nou het geval als je een effen kleurtje hebt, wat lichter kleurtje bijvoorbeeld roze of groen of grijs of dat soort dingen, zie je altijd het zweet. Als je een printje neemt, zie je dat niet. Ik dacht van tevoren toen ik ging backpacken van, nou, ik moet kleding hebben die niet zo snel vies wordt. Maar ik heb geen zin om alleen maar zwarte t-shirts mee te nemen, want dat is vet saai. Dus toen ben ik hierop uitgekomen, t-shirts met print en mijn favoriete print op dit moment. Ik ben een beetje streepjes geobsedeerd. Maar je kan natuurlijk allerlei andere soorten prints nemen. Zolang je er maar voor zorgt dat je print gewoon heel dicht op elkaar ziet, dan zie je eigenlijk bijna nooit dat je zweet. Joehoe! Het zesde item is misschien ook iets wat je standaard in je bagage hebt, maar ik ga je advies daarover geven. Want het gaat over een slaapmasker. En ik gebruikte altijd die standaard gratis dingen die je altijd bij Ark krijgt. En die zijn eigenlijk gewoon niet zo goed. Want die sluiten niet zo heel mooi aan de onderkant. Bovendien zitten ze ook niet zo heel lekker. Investeer heel eventjes in een goede, fluffy slaapmasker. Het is echt een wereld van verschil. Hij
hij ziet er al een beetje afgeraffeld uit, omdat ik gewoon eigenlijk bijna altijd met het slaapmasker slaap. Het is zo lekker als je slaapmasker gewoon goed fluffy is en goed aansluit op de onderkant van je ogen. Ik heb hem bij de Dirks drogisterij gekocht. Hij kostte 3 euro en het was die investering meer dan waard. Het 7e item waar je misschien nog niet eerder zo over nagedacht hebt, of misschien altijd standaard meeneemt, maar niet zo heel vaak gebruikt, zijn haarspeldjes. Je hebt maar 3 tot 5 stuks nodig om echt heel veel kapsels te kunnen maken. Je kan natuurlijk een knotje maken, je kan er een staart mee maken, en dan heb je een lage staart, een medium staart, een hoge staart. Je kan je haar gewoon wegspelden zoals ik nu heb gedaan. Je kan er zo'n festivalknotje van maken. Je kan echt zoveel met die haarspeldjes, terwijl ze eigenlijk bijna geen ruimte innemen. Als ik moet kiezen tussen elastiekje of speldjes, dan kies ik voor speldjes. Het 8e item wat ik heb meegenomen onder het mom van laat me even checken of het werkt, is een kwast met SPF poeder erin. Die SPF poeder is top, want daarmee kan je natuurlijk ook je BB cream afpoederen. Maar deze kwast is ook heel relaxed. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Als je geen kwast kan vinden met die SPF poeder in, dat is echt een zware bonus, want het zijn gewoon 2 producten in 1. Maar anders zou ik je echt aanraden om zo'n kwast met zo'n uitschuifbare huls te halen. Want dat is super hygiënisch in je tas. En ik heb zelfs mijn oogschaduw ermee geblend. Omdat ik eigenlijk gewoon zo naar boven had geschoven door de kwast, zeg maar, wat harder was. En daarmee ging ik mijn oogschaduw blenden. Ging prima. Ik ben echt heel blij dat ik hem heb meegenomen. Blijkbaar kan ik niet tellen, want ik ben alweer bij mijn laatste item aangekomen. En dat is de Lush Shampoo Bar. De conditioner kan ik je niet aanraden, want die smelt in de warmte. En ja, die vond ik niet zo lekker. Maar die shampoo bar is echt top. Maar hij schuimt gewoon goed. Hij maakt mijn haar goed schoon. Hij ruikt lekker, maar niet heel erg overweldigend. En hij weegt natuurlijk helemaal niks. Ik heb deze paarse en ik denk dat hij 9,95 kostte. Als ik nu gewoon standaard op vakantie zou gaan, zou ik deze altijd liever meenemen dan zo'n grote shampoofles. Ik gebruik zelf eigenlijk nooit shampoo in hotels, omdat ik die niet zo heel goed voor mijn haar vind. Deze is wel heel goed. En dat waren ze mijn 10 items die ik absoluut weer mee op reis zou nemen, waar ik ook heen zou gaan. Ik hoop dat jij er iets aan hebt, als je misschien ook gaat backpacken of als je gewoon op vakantie gaat. Als dat zo is, steek dan een duimpje omhoog. En als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu. Want dan zie ik jou ook volgende week. En het is wel zo gezellig. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.